goedendag. We staan op de BZB-beurs. Waarom staan jullie hier? Ja, vandaag geeft ons de mogelijkheid om met verschillende makelaars en verschillende onze klanten eigenlijk in contact te komen. We kunnen op hun vragen beantwoorden. We kunnen ook zien wat er eigenlijk een beetje leeft in de markt. En bovendien hebben we vandaag ook de mogelijkheid gehad om een workshop te geven over een van onze fondsen voor meer dan 100 klanten of potentiële klanten. Kunt u wat toelichten over uw bedrijf? Ik zie Mainfirst en Etenea hier. Ja, wij vertegenwoordigen inderdaad twee huizen hier. Twee Duitse huizen, zowel Etenea als Mainfirst. Die behoren eigenlijk tot dezelfde groep. En wij vertegenwoordigen deze fondsen op een exclusieve manier op de Belgische markt. In hoeverre zijn deze fondsen anders dan van andere fondsenhuizen? Wel, de fondsenhuizen zijn eigenlijk heel complementair met elkaar. Etenea is meer gespecialiseerd in macro-economie, dus we hebben eigenlijk een heel sterke macrovisie, waarbij dat we eigenlijk de juiste allocatie voor onze klanten gaan kiezen voor hun portefeuilles. Terwijl het andere huis, Mindfirst, eerder op bedrijfsniveau gaat kijken van welke bedrijven zijn er succesvol, welke bedrijven blijven er sterk groeien. En daar gaan we eigenlijk een selectie gaan maken van de juiste aandelen en de juiste obligaties op bedrijfsniveau. Op wat voor beleggers richt u zich? Wij richten zich eigenlijk op twee soorten beleggers, zowel defensieve beleggers, want binnen Etenea hebben we eigenlijk een gamma van defensieve gemengde fondsen. En voor de meer offensieve beleggers hebben we ook het huis Mindfirst, waar we heel kwalitatieve aandelenfondsen hebben die zowel op Europees als wereldwijd kunnen beleggen eigenlijk. Dank u wel voor deze toelichting. Dank je wel.